maar had een hele gele vlek op mijn billen. Omdat ik hem toch best wel heftig vind of zo. Je kan ook prima je eigen make-up kopen, toch? En niet alles gratis gooien. Nou, weet je wat het is? Nu kan ik alles met dit gaan maken. Nu ben ik zo blij. Kijk, maar dat hebben ze zelf geknutseld voor de viering die we vandaag hadden. Het is de laatste keer dat ik hem draag. En ik ga hem dus terugsturen, helemaal verregen. Ik vond hem gewoon schattig, maar... Kijk, het is echt gestikt. Doe me denk aan een ijsje van vroeger met jellybeers erin of zo. Liefje, kom je weer in mijn auto? Hij springt in mijn auto. Ik vind hem zo leuk. En roze met wit vind ik echt geweldig. Lekker! Morgen. Oh, ik zie ook nog een ketting om het in mijn haar nog moet doen. Het is grappig, dat zie ik altijd op beeld. Had ik veel dat dit jurkje verpest was. Hij had dus al wat vlekken, maar had een hele gele vlek op mijn billen. Volgens mij is hij eruit. Maar na het wassen zat hij er nog in. En nu is hij droog en is hij eruit, denk ik. Heel blij, want het is echt mijn lievelingsjurkje, ook om in te werken. Ik ga naar mijn werk en ik ben echt lekker, lekker opgestaan. Ik heb 6,5 uur geslapen maar. Maar ik ben heel goed opgestaan. Ik heb een lange middag vandaag kindgesprekken, of niet kindgesprekken, leerlingbespreking gesprek dinges. Overleg met mijn parallel collega over een nieuw thema en ja, ik ben best wel op tijd. Ik ga ervan door. Ik kom letterlijk nu net van mijn werk aan. Het is 6:30. Ik heb het helemaal niet door omdat het zo licht is, maar ik heb echt tot heel laat gewerkt. En ik kom binnen en het is 29 graden. Ik kan me niet herinneren dat het ooit 29 graden is geweest in huis. Terwijl alles de hele dag dicht zit, de hele dag. Niet echt lekker thuiskomen of zo. Even relaxen. Het is echt niet normaal. Goedemorgen jongens. Ik draag vandaag voor het eerst dit jurkje. Ik heb hem dus steeds niet gedragen. Ik heb hem wel gehouden. Omdat ik hem toch best wel heftig vind of zo. Maar ik denk, ik vind het echt wel een jurkje. Dus vandaag is de perfecte dag om aan te gaan. Ik zweet nu al. Dit is highlighter. Wow. En dit is zweet. Nu al. Jongens, ik heb echt weinig vlogbeelden. Maar dat komt omdat ik gewoon echt steeds heel erg laat thuis ben voor mijn werk. En nu weer. Ik weet dat ik steeds veel aandacht aan negatieve reacties besteed. Maar ik moet gewoon even dan mijn ergernis delen. Want ik deel natuurlijk ook dat ik super blij ben dat ik steeds meer leuke reacties krijg. Dat mensen steeds meer echt mijn vlogs leuk vinden. Terwijl ik gewoon helemaal mezelf ben en niks eraan doe om het leuk te maken. Dus daar ben ik echt blij om. Maar hier kan ik dus niet tegen. Ik zeg dus in mijn weekvlog. Noah, doe even normaal. Voor jullie 2 weken geleden waarschijnlijk. Ik heb zeg maar van niks. Heb ik sinds een tijdje nu nog geen jaar. Zeker niet. Een samenwerking mee. Als in, zij doen geen betaalde samenwerkingen. Maar zij sponsoren je met make-up. En ik kreeg make-up van ze. En toen op een event. En toen per post. En toen ontdekte ik dat ik gewoon de foundation, brow pencil, de eyeliner... Primer, volgens mij was dat het, en het contourpalet. Dat gebruik ik elke dag. Behalve als het op is. En ik heb genoeg andere make-up. Maar als ik make-up mag ontvangen van een bedrijf, waarvoor ik in ruil natuurlijk gratis reclame maak. Maar ik maak die reclame omdat ik zo'n fan ben van die producten. En zij zegt dan van, ja, zeg maar als het op is, weet je wel. Want je bent er zo'n fan van. En het is natuurlijk ook alleen maar fijn voor dat bedrijf. Ik krijg, even voor duidelijkheid, heel veel make-up gratis. En dat gaat niet in mijn routine als ik het niet fijn vind. Dit vond ik zo fijn dat ik het in mijn routine wilde. Niks kost geld. Het is een middelmatig merk ongeveer. Maar een foundation kost gerust 15 euro of zo. Waarom zou ik het zelf gaan kopen? Als ik dat mag aanvragen bij mijn contactpersoon. Dus dat... Ik denk dat iedereen dat zou doen. Maar blijkbaar ben ik gewoon heel erg eerlijk. Want ik zeg dus ook van... Oh, dit, ik zeg, kijk hoe het werkt. Je krijgt als blogger, YouTuber, krijg je persberichten van... We hebben een nieuwe lijn van de Body Shop met bananendingen, dit en dit. En soms reageer je erop, ik zou het graag testen. Ik ben er heel erg benieuwd naar. En dan laat je het zien in je weekvlog en dan mag je testen. En dan alsnog geef je gewoon je eerlijke mening. En ik kreeg bijvoorbeeld bananenspullen van de Body Shop. En dan geslijm en zo denk ik, nou... Hier, iemand zegt, van de reactie, al mijn make-up is op. Dus ik moet weer even mailen. Krijg ik echt kriebels over mijn rug. Je kan ook prima je eigen make-up kopen, toch? En niet alles gratis gooien. Dan weet je wat het is... De kruidvat bijvoorbeeld is zo rijk van mij geworden voordat ik YouTuber was. Ik kocht alles om te testen. Dat is een van de redenen dat ik begon met YouTube. Dat ik dacht, ik wil met mijn kijkers delen wat ik test. Want zo vaak testen koop ik make-up en doe ik er vervolgens niks mee. Want dan wilde ik het alleen testen. En dan kom je op een fase in je YouTube kanaal dat je dingen ook gratis mag ontvangen. Wat natuurlijk geweldig is en waar je heel blij mee bent. En in mijn fase van YouTube kan ik ook zelfs al heel veel betaalde dingen doen. Maar dat heb ik eigenlijk bijna nooit. Dus ik reageer, ik heb een samenwerking met niks. Waarom zou ik het dan zelf gaan kopen? Like, ja, zegt iemand anders, snap ik wat betreft samenwerking, maar vind je dan alles van het merk goed?
Helemaal mee eens. Ik kijk Charlotte graag. Maar dit stoort mij ook. Alsof het allemaal maar zo makkelijk is. Ik krijg meer het idee dat je vlogt. Zodat je lekker veel pakketjes krijgt. En soms niet eens krijgt, maar gewoon vraagt. Dit draag je ook uit. Ik vlog omdat ik het superleuk vind. En anders toen ik niet vlogde, liet ik pakketjes zien in video's. Omdat ik het leuk vind om dat met jullie te delen. En heel veel mensen delen het niet omdat ze er geen geld voor krijgen. En ik deel het gewoon omdat ik het leuk vind. Al continu melden ja, ik had me hierop ingeschreven. Of slijmen om die banaan. Maakt het vlogkijken minder leuk. Nou, dan zeggen mensen ook van... jaloers, is er niet zo? Maar ik zeg dus... ik heb bepaalde producten van hen die standaard in mijn routine zitten. En die ik van ze mag ontvangen. En ik irriteer me ergens. Ik zeg, doe alsjeblieft even normaal. Want een ongelooflijk irritante reactie. Ik ben altijd eerlijk. En als ik blij ben, dan ben ik dus ook blij. Damn. Kijk alsjeblieft niet als je er niet tegen kan. Kijk, ik probeer... Maar ik geef ook aandacht aan leuke comments. Dus ik weet zeker niet dat ik hier meer aandacht aan geef. Maar dit is iets... Kijk, je bent dik of lelijk. Dat doet me niet zoveel. Maar hier kan ik zo slecht tegen. Omdat ik juist eerlijk ben. En juist aangeef, ik had het aangevraagd en ik heb het gekregen. Weet je, zo werkt het. Maar die mensen snappen waarschijnlijk niet hoe het werkt. En denk ik, moet ik dat dan niet zeggen? Nee, dat moet ik wel zeggen. Ik ben juist altijd eerlijk tegen jullie. Dus sorry dat het dan... Dus nu, ik wil dat gewoon even delen. Wat ik ook nog wilde delen. Ik dacht nog dat delen, maar dat bedrijven soms zo onprofessioneel zijn. Want ik heb bedrijven die mij benaderen voor bijvoorbeeld een kledingsamenwerking. En dat je dan echt honderden mails met ze stuurt, voorwaarden... en dan weer, oh, die is uitverkocht. Kan je wat anders doen? Oh, die is nu ook uitverkocht. Want ze antwoorden pas 2 weken later. Kan je weer wat anders doen? En dan, wat voor video maak je? Oké. En dan na een week zeg je van, hoi, account al gemaakt. Wanneer hoor ik wat? Ja, yeah, sorry. I do not like your video style. Bye. Dat had ik ook op Instagram gedeeld. Nou, laatst had ik iets met sushi. Wilde graag met me samenwerken. En dan op een gegeven moment laten ze niks meer van zich horen. Als je een datum af wil gaan spreken. En dan stuur je hallo en het wat. Sorry, op dit moment willen we het niet meer. En dan, maar waarom? Kan je het uitleggen? Geen reactie, geen reactie, geen reactie. Dan, ik vraag dan door. Ja, we willen het niet meer. Wat had ik laatst nou weer? Oh ja, weer iets anders voor een betaalde iets. En dan zeg je van, ik kan even niet bellen en zo. En na mijn werk wil ik ook niet bellen. Kan je het even op de mail zetten? En dan krijg je ook geen reactie meer. En allemaal dat soort dingen. Ik vind, oh, ergernissen. Dus, verder ga ik nu lekker eten. Doei! Trouwens, er komen dus wel gewoon 36 duimpjes omhoog op die reactie. Dus heel veel mensen vinden dat. Dan denk ik echt van, moet ik echt gaan nadenken hoe ik alles zeg en eruit knippen als het zo over kan komen. En ik weet dat echt heel veel van mijn volgers het juist waarderen hoor, dat ik gewoon eerlijk ben. Maar mag dit soort dingen ook wel delen, toch? Saaiste weekvlog. Ja, ik werk alleen maar. Ik ben net heel even, ik was net thuis. En toen zag ik dat ik weer 3 nieuwe bedeltjes binnen had. En, ik heb dus tot nu toe alleen nog maar dit, op dit moment, dit soort hangertjes. En ik heb dus ook hele leuke ringetjes. Alleen, daarvoor had ik geen haakjes. En ik dacht, weet je, ik heb nog zoveel met die andere. Ik dacht maar dat verkocht wordt, maar... Het gaat best wel langzaam en ik heb gewoon zin om er sieraden te maken. Dus ik denk, ik ga lekker naar mijn ouderwetse hobbywinkel waar ik kwam als 13-jarig meisje. Best wel duur natuurlijk, maar het maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Want ik wil gewoon sieraden maken. Dus ik heb dat... Kijken. Even een officieel tangetje. Dit soort oorbelletjes. In goud en zilver en ringetjes. Ik had dus leuke ringetjes, maar die vind ik dus niet stevig genoeg. Dus die koop ik niet meer. Dus deze 2 doe ik niks mee. Die gebruik ik wel voor mezelf, omdat ik ze gewoon heel leuk vind. Ik heb dus hele leuke gouden bedels, maar daarvoor had ik geen mooie hangers, vond ik. Dit is erg fijn, sorry. En dit is wel een beetje dezelfde kleur, dus misschien kan ik deze dan gaan maken. Want deze heb ik dus niet binnen en ik vind ze zo leuk. Heel klein, maar daarvoor heb je dus geen grote ringen nodig. Kijk, deze zijn mega simpel. Maar eigenlijk vind ik deze wel heel erg leuk. Dus ik denk dat ik deze erin ga doen. Ik dacht wel dat ik deze te groot vond. Maar ik vind... Ik weet het nog niet. En deze. Kijk, ik twijfel. Ik denk, weet je, als iemand het leuk, niet leuk vindt, dan koopt hij het ook niet. Maar het moet wel mooi zijn. En ik denk dat ik... Dit is denk ik te lang. Ik denk toch dat die ringetjes die ik heb gekocht, dat het een beetje een miskoop was. Het is wel zonde van het geld, omdat het niet zo goedkoop is in zo'n winkel. Deze bedels die vallen anders, dus door dat ringetje hangen ze recht, anders hingen ze zo. Ik denk dat dat ringetje is gewoon toch best wel groot, toch? Ja, jullie kunnen het nu niet zeggen. Ik vind ze wel echt heel leuk, maar
Rientje is heel groot, terwijl de bedel is ook al vrij groot. En dat, ja, ze hadden geen kleinere. Ik ben blij, want ik had ontdekt dat die ringjes die ik al zo lang heb liggen, waarvoor ik geen ringen had, dat je die met de juiste tang dus ook open kunt krijgen, dat hele kleine oogje. Yes, dus nu heb ik echt prachtige oorbellen. Heb ik die stomme ringetjes helemaal niet nodig. Maar zonder die stomme ringetjes was ik nooit zo'n tang gaan kopen. Ik hoop dat het heel mooi is. Oh yeah. Veel beter. Nu ben ik echt aan het groeien in mijn shop, want dit is echt veel mooier. Dat vind ik dus zo leuk, dat ik gewoon steeds meer ontdek hoe en wat. Dit is echt mooi. Kijk nou. Dit is precies wat ik wilde. En ik twijfel dus, want ik vind dit dus ook heel leuk. Maar ik vind dit gewoon wat minder goede kwaliteit. Maar ik vind wel, het is zeg maar, dit is gewoon wat dunner. Ik vind wel, kijk, Bobby die ligt er dus altijd bij. Wel heel cute. Nu kan ik alles met dit gaan maken. Nu ben ik zo blij. Maar dan moet ik dan alle foto's opnieuw. Hallo, mijn kinderen zijn er geen, maar we hadden vandaag zoiets leuks. We hadden een viering en we hebben zelf een toneelstuk bedacht. En ze hebben alles er zelf voor geknutseld. Ik kan het natuurlijk allemaal niet laten zien, maar ik denk ik laat jullie even zien welke attributen we zeg maar geknutseld hebben. Want het was echt super schattig. Even dit schattige laten zien. Kijk, maar dat hebben ze zelf geknutseld voor de viering die we vandaag hadden. Waar ik natuurlijk niks van kan laten zien. Ijssalon, mega leuk. En de ontbijttafel. Zo leuk, gewoon groep 3 hè. Ze hebben het echt, ik heb niks voor ze gedaan. Ze hebben het helemaal zelf gedaan. En als ze hem dan omdraaiden, dan was het het schoolbord. Oh, dit is geen zweet, dit is regen. Ik ben er een zieke regenbui gegaan. Ik had voor het eerst een keer naar mijn werk zo deze jurk aan. Heel verhaal, zit de scheur in. Nu even zin om te vertellen. Dit is de laatste keer dat ik hem draag. En ik ga hem dus terugsturen, helemaal verregend. Noah, doe je even normaal alsjeblieft. Hallo. Helemaal raar. Ik ben helemaal verregend. Maar als je weet dat je toch je haar moest wassen en dat je de hele avond op de bank kan zitten, dan is het niet erg. Maar dit plakt zo aan je lichaam. Oh, meteen uitdoen. Okay, dit is cute. Ik dacht dat ik de hele week geen pakketjes zou krijgen, maar vrijdagavond beginnen met pakketjes. Heel leuk. Kijk, ik heb de... ik wist al dat ik van OPI Grease wat zou krijgen. Ik dacht dus dat ik dan zeg maar allemaal verschillende kleurtjes zou krijgen, maar het is anders. Het is Infinite Shine 1, Infinite Shine 2. Maar is dit wel van Grease dan? Pink Ladies. Oh, dus dit is het Grease kleurtje. En Finish Shine of Gloss. Sorry, dit is dus de primer. En dit is dan Infinite Shine 3. Dat is de gloss. Dus 3 lagen. En mijn nagellak blijft nooit goed zitten. Dus ik ben hier heel benieuwd naar. En volgens mij zit er nog iets anders. Oh, Grease. Deze is ook van Grease. Leather-like finish. Dat is echt Grease-achtig. En dit is, heeft denk ik geen Grease naam of wel. Nee. Ik weet niet of dit altijd dan in de lijn zit. Maar ik ga de checker testen. Hi jongens, ik weet niet of ik deze weekvlog wel kan gebruiken. Ik heb echt niks. Ik film even met mijn filmlens, want Rip en ik gaan straks een mukbang opnemen voor 1,5 uur. Ik ben het huid aan het stofzuigen, wat echt mega trop. En ik hoor de muziek van Amsterdam Open Air gewoon hier thuis. Dat is wel grappig. Ik heb gewoon niks om te vloggen. Ik heb bijna 12 uur lang geslapen. Ik was met mijn tijd niet zo moe geweest. Ik kan ook helemaal niet meer uitslapen. Ik heb mijn mobiel weggelegd, zodat ik niet om 9 uur mijn video ging bekijken. En ik heb echt gewoon geslapen. Natuurlijk ben ik alsnog heel moe, maar dat is een heel goed teken dat ik zo lang heb geslapen. Slecht teken dat ik zo moe was. Dus ik ben van het opruimen, camera aan het klaarzetten. Jongens, ik wil net dit neerzetten, leuk. Ik trek die kaars uit en hij gaat kapot. En ik bloed meteen helemaal leeg. Ik zit helemaal onder het bloed hier. Wow, het doet echt vet veel pijn. Echt jammer, dit was echt mijn lievelings van de Action. Maar die hebben ze als het goed is niet meer. Doei! Doei! Zo, nu kunnen we weer even onszelf zijn. Nu kunnen we weer even normaal doen. Nu hoeven we niet meer nep te doen. Gaat hij nou een sushi pakken? Nee. Niet altijd gooien, maar gewoon. Dat ga ik echt niet meer eten. Jij ook niet. Hoi Ruben. Hoi Ruben. Hallo. Het is behind the scenes. Ja. Jongens, het was helemaal een gedoe gisteren met het filmen. Dus we hebben de mukbang in 2 delen opgenomen. Zelfde setting, zelfde outfit. Gisteren een deel en vandaag een deel. En daardoor hebben we dus wel zoveel sushi gegeten. Anders was dit nooit zoveel geworden. En hij smaakte serieus nog heel lekkerder dan erna. Dus dat hebben we dus gekregen van Sushi Point. En het was echt wel een succes. We zijn er heel blij mee. En nu gaan we even uitbuiken. En sorry voor deze mega saaie weekvlog. Volgens mij heb ik deze week niks gedaan. Niks. Ik denk serieus 5 minuten aan beeldmateriaal. We hebben weer curry.
Met echt heel veel groenten en kikker ertussen. Echt heel gezond. Het is super lekker. Het ziet er misschien niet lekker uit, maar het is echt heel lekker. Goedemorgen. Ik zat dus te denken dat ik dus gewoon elke dag mijn eigen sieraad draag. Ja, waarom niet? Want ik vind ze gewoon echt heel leuk. Ik heb nu voor het eerst deze in. Ja, ik heb geen goede lens er nu op. Maar hier staat dus Miracle. En op de achterkant staat dan een ster. Zeg maar, echt erin. Zit er echt in als gat. Superleuk. Oh, ik heb weer heel veel make-up op. Wat wou ik zeggen? Mensen vroegen wel aan mij van, ik kan wel eens niet zo lang tegen goedkopere oorbellen. Zo, toen zei ik van, ja, dat heb ik ook wel eens. Dus dan zou ik ze gewoon lekker niet kopen, weet je wel. Want ik wil je niks aansmeren als het niet goed voor je is. Maar ik heb daar dus ook last van, dat ik dan na een paar dagen echt weer even zilver moet dragen. Maar ik draag nu al, denk ik, 2 weken elke dag mijn eigen oorbellen. En ik heb nul last. Ook geen vies donker gaatje of iets. Dus ik vind deze erg leuk. Niemand heeft deze dus nog besteld. Ik heb ze ook met Love, maar ik vind ze zo leuk. Oh, sorry. Ja, weer saaie week. Ik ga naar mijn werk. Ik hoop dat er pakketjes komen of zo. Of iets om leuk om te laten zien. Ik weet het niet. Ik heb niks boeiends op de planning. Hey jongens, ik ben heel even naar mijn werk. Ik moest even naar de Action en zo. Ik dacht, dit jurkje is wel cute. Maar het voelt echt alsof je 10 jurken aan hebt. Het is zo'n zware stof. Laat niet op mijn vermoeide hoofd. Hij is ook een beetje groot. Ik vind het ook een beetje lang. Ik vond hem gewoon schattig, maar... Ik weet niet of ik het kan laten zien. Maar het is echt heel zwaar. Als ik het zo zie, vind ik nog heel leuk. Hm. Dat vind ik niet geweldig, maar wel heel chill om al mijn collectie toe te voegen. Hij lijkt heel erg op het jurkje wat ik al heb. Het bloemenprintje van X Anna of zo. Dat is een 44 en dit is een 42. En die vind ik wel mooier vallen. Hij is 20 euro. Ik denk dat ik deze wel wil. Ik vind sowieso altijd wel mooi staan deze kleur. Ik vind het printje zelfs niet heel boeiend, maar je lijkt altijd wel bruin mee met blauw. En het is ook leuk bij mijn ogen als ik er niet zo mooi uitzie. Dus dan heb ik deze wel gehalen. Het is weer hetzelfde jurkje. En weer vind ik het printje heel saai. Maar denk ik, ja, een mooi zwart jurkje. Super chill. Dit is gewoon een perfect model. Ook om in te werken. Het stofje is heel zacht. Daar hou ik van, weten jullie. Ik denk dat ik ze allebei neem. Dat is gewoon... Het kan nooit zeg maar miskoop zijn. Het komt altijd goed van pas. Ja, dus dat is wel chill. Blauw en zwart. Hoi jongens. Deze week nog eens zo saai dat ik even wat voor jullie ga proeven. Eigenlijk wil ik het gewoon zelf proeven, maar het is best wel duur. Dus wel even om even te laten zien. Bij de Oriental heb ik weer even mijn zeewier gehaald. En nog iets wat ik ook wel even wil proeven straks. Ook iets met zeewier, maar dan een beetje zoet of zo. Maar dit. Matcha ijs met stukjes erin. Die moet ik echt even proeven. Ik maak het ook even rijden. Ik ga eerst even een parkeergarage uit. Doei. Hobbel. Waarom zou je een hobbel doen? Ja, 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 ja. Ik heb dus... Het is wel leuk. Ik liep door de Primark. Ik dacht echt, ik ben zo klaar met deze winkel. Ik vind het allemaal goed. Maar toen was ik echt overal erheen gelopen. Toen liep ik net naar de kast. Toen zag ik wel een hele leuke pyjama. Of naar de uitgang. Een hele leuke pyjama. Zoiets heb ik echt al heel lang. Dus dat heb ik gekocht. En ik hou echt niet van korte topjes, maar deze waren niet heel kort. En ik vond dit voor het eerst dat ik denk, ja, mooi. Want het is dus gestikt. En ik hou echt van sterretjes en van hartjes. Volgens mij is het duur voor 8 euro, dat soort topjes kost normaal 5. Maar kijk, het is echt gestikt. En het is niet heel kort. Het is echt ideaal in de zomer. Wel mijn armen bedekt op een shortje of zo. Of een high-waist broek. Het is wel echt heel leuk. Ook deze. Dus heb ik even snel in de winkel, want dat is al tijd. Kijk, erop gestikt. Dus dan vind ik het ook wel 8 euro waard. Dat heb ik daar gekocht en ik ga dus dit ijs proeven. En ik hoop niet dat het gesmolten is als ik thuis kom. Want het is 5 euro voor 4 ijsjes. En als je het dan per stuk bekijkt, valt het eigenlijk allemaal wel mee. Maar meestal betaal je voor water echt niet zoveel. Oké, het is dus echt zo vet. Het is tea latte. Dus serieus matcha latte. Echt mijn favorite. In een ijsje. Ik ben zo benieuwd, want ik hou ook echt van rode bonen. Sorry voor de herrie. Oh, wat zielig. Oh, dat is heel vervelend. Sorry. Ik hou ook echt van rode bonen, maar dat is bijvoorbeeld altijd best wel vies. Dat had ik 1 keer geproefd. Oké. Ik heb gevoelige tanden, dus ik eet echt als een idioot. Dit is echt de hemel. Wow. Dit smaakt naar matcha latte. Hoe dan? Ik heb die van Starbucks nooit geproefd, maar ik neem aan dat die een beetje zelf smaakt als hoe ik hem zelf maak. Dit smaakt gewoon naar de Starbucks drankje, maar dan koud. Dit is de hemel. Ik ga er echt van genieten tijdens het rijden. Ik weet niet wat die stukjes zijn, maar het is echt heel lekker. Ik moet echt snel rijden. Ik wil niet dat die anderen gaan smelten. Kijk even nu dit stukje. Het doet me denken aan een ijsje van vroeger met jelly beers erin of zo. Kijk. Heel chill. Mm.
Ken je dat? Ik weet niet meer wat het was, maar met een soort van snoepjes erin. Oké, okay. Ruben zit wachten met eten, maar ik moet nog even dit proeven. Het ziet er zo leuk uit. Miauw. Hey. Deze poes komt altijd en hij komt altijd in mijn auto. Hey. Liefje, kom je weer in mijn auto? Ik krijg naar zee weer, dat vind ik wel lekker. Niet weer in mijn auto, hè? Dat kan niet. Nee, je kan niet weer in mijn auto klimmen. Dat kan niet, poes. Niet gaan miauwen als ik er aankom al. Oh, brutaal? Dat kan niet, liefje. Je kan niet zomaar in iemands auto gaan. Oké, okay, nou, ik ga even verder met proeven. Terwijl er een kat in mijn auto zit. Hij zit zo groot te wassen. Helemaal gestoord. Even een foto naar mijn groepsapp sturen. Het is toch gewoon raar dat ik iemands kat in mijn auto heb nu? Zit zich gewoon te wassen hier. Gewoon te chillen. Nou, wat ik dus ging proeven. Wild wet crunch with seaweed. Dus dit is tarwe snack met zeewier, bastardsuikersmaak. Nou, ik ga dit niet nu proeven, want er zit nu een kat in mijn auto. Liefje, ga je er nog uit? Of Bavaria sponsor? Ik hou niet eens van Bavaria. Ruben ook niet eens. Het was in de aanbieding. Hi. Misschien is het tijd om maar even naar huis te gaan, hè, nu. Ik wil zo graag weten van wie deze kat is, want deze kat heeft dus al een keer eerder in mijn auto gezeten en hij komt altijd naar me toe. Jeetje, wil je graag bij ons wonen? Wil je even bij ons wonen? Maar eerst vertrouwde ik hem niet helemaal, maar dit is gewoon toch een super lief. Wil je even bij ons lekker komen wonen met Noah en Bobby? Hoi, ik ben al 5 minuten thuis, maar die ene kat zit in mijn auto weer. Die ene zit eigenlijk in mijn auto op dit moment en dat is op de achterbank. Hij zit gewoon hier te spelen. Ik kan hem niet wegdoen. Kom, we nemen hem mee naar huis. Hij zat serieus, ik deed mijn auto dicht en dacht dat ik een kat had aangekeken. Zo, miauw, miauw. Dus ik doe mijn deur open en hij springt in mijn auto. Dat is toch gestoord. Hij zit nu op mijn hoofdsteun. Liefie, je bent... Doei. Heb je geen baasje? Ja, je hebt wel een baasje, anders kon je nooit zo lief zijn. Kom, poes. Oh. Kom maar. Oei, schrok. Doei. Rollen. Ga je rollen? Miauw. Hoi. Ik ga trouwens als iemand dit ziet van wie de poes is. Hallo. Sorry dat jullie nu zo het moeten zien. Het proeven is mijn nieuw jamma. We're going to taste it. Kijk, 30 Reasons Why. Ik moest echt heel erg inkomen in het tweede seizoen. Huh? What? Oké. Okay. Oeh la la. Wow. Het is zeewier met iets ertussen en weer zeewier. Oh, lekker! Dit is mijn pyjama. Leuk, hè? Volgens mij was hij wel niet heel goedkoop. 16? 18? Is echt niet zo heel goedkoop. Maar ik vind hem zo leuk en roze met wit vind ik echt geweldig. Maar kijk. Het is echt heel cute en hij is heel erg zacht. Het is echt wel heel mooi, vind ik hem. En de steentjes zijn wel een beetje glitterend. De knoopjes. Leuk, hè? Bij de Action had ik nog dit gekocht. Want het thema boekenwinkel. En ik wil zelf een soort van boekenkafjes gaan maken. Of hoekjes gaan maken of iets. En ik dit €2 per boek. Ik vind dat wel hele leuke papieren voor. Want iedereen. Het heeft ook 2 kanten. Hiermee. Ik weet nog niet precies wat. Maar superleuk die. En nog eentje die is wat serieuzer ofzo. Is echt wel heel tof. Sowieso echt dol op de Action voor dit soort dingen. De weekvlog hier weer afsluiten. Laat even weten of je het leuk vindt als ik gewoon echt elke week vlog. Ook al is het zo saai. Ik heb nu de maandag er even achteraan geplakt. Omdat ik, dit is de enige dag dat ik een beetje wat heb gedaan. Maar wil je ook gewoon vlog zien als ik niks doe? Of zeg je doe het maar alleen als je een leuke week hebt? Laat het me even weten. En oh, ik wil weer een vraag stellen. Oké. Okay. De vraag is, wat voor smaak ijsjes heb ik net geproefd? Let me know als je het weet. Vorige keer wisten best wel veel mensen het. Heel erg bedankt voor het kijken. Doe even je duimpje omhoog. Lijkt me heel erg leuk. Dus als je dit ziet, doe het even. Dat helpt mij gewoon heel erg. Dan komt mijn video beter in het overzicht. En vergeet niet te abonneren als je dat wil en je hebt het nog niet gedaan.
Vergeet ook niet je notificaties aan te zetten voor als mijn weekvlog weer een keer later komt of zo. Dan krijg je gewoon een melding. Bedankt voor het kijken en tot het weekend, zaterdag 9 uur. Doei!